Dag 6 is een beetje de dag waarop dat we gaan landen. Zeker als je alle tools, alle oefeningen, als je ermee geëxperimenteerd hebt, is dag 6 echt de vertaalslag naar weekplanning, dagplanning. En vooral duidelijk, dat is voor iedereen anders. Sommige mensen kunnen heel gestructureerd blok per blok tijdsblokken gaan definiëren en functioneren zo het best. Andere mensen werken liever met een weekdoel en gaan dan op basis van de energielevel het zo gaan inplannen, maar vooral het jou van bewust zijn wat je de komende week wilt doen, is een belangrijke volgende stap als je die vuurtoren hebt, als je binnen 10, 15 jaar bepaalde dingen wilt gerealiseerd hebben en iets achtergelaten hebben voor deze wereld, is het bedoeling dat je daar wekelijks in gaat investeren, want dat zijn dan eigenlijk het type doelen dat je niet in één keer bereikt. Dus die laatste dag is eigenlijk een soort landingsdag, reflectiedag, gecombineerd met een reeks tools en technieken om dan meer praktisch, concreet, dingen minder uit te stellen, vast te pakken, prioriteren, de belangrijke zaken eerst, gelijk dat Kovi zegt. Maar doordat je elke week, eigenlijk elke 2 weken al samengekomen bent en al van allerlei elementen hebt geleerd, heb je al veel ballast uit je dag geschrapt, dingen die jou niet de energie gaven, heb je al een stuk minder beginnen doen. Onlangs had ik gesprek met mijn coach die ik vorig jaar had. En die had ook in het verlof even volledig gedeconnecteerd. En was eigenlijk nu tot de conclusie gekomen van heel veel mensen waar ze daarvoor contact mee had, die ze, zogezegde vrienden, was ze zich bewust van geworden dat ze dat moest loslaten, dat dat niet de energiegevers waren en dat er een paar andere ontwikkelingsgelijken, zoals we dat dan meest noemen, dat er een paar mensen waren en als ze daarmee in contact kwam, dan voelde ze een enorme boost van energie en voelde ze vooral een connectie. Waren er gesprekken die op hetzelfde niveau gingen, hetzelfde tempo, dat divergent denken komt dan naar boven, die associaties leggen. Als je mensen ontmoet die dat ook doen en je geraakt in gesprek en dat klikt ook nog, want niet elk hoogbehaafde komt overeen met elke andere hoogbehaafde, zo werkt het ook niet. Maar als je zo die connectie kan leggen en je hebt zowat dezelfde interessegebieden en het houdt hetzelfde tempo aan, hetzelfde manier van denken, dan ga je voelen dat dat wel energiegevers zijn en dat er zo mensen in jouw leven moeten zijn. Dus beter wat minder goede vrienden waar je dat gevoel wel bij hebt, dan echt, dus voor de schone schijn heel veel vrienden hebben, maar eigenlijk allemaal contacten waar je energie moet insteken van plaats energie uitkrijgen. Dan sluit onze reeks af, dan hebben we eigenlijk de 6 delen gedaan. We komen dan nog terug een aantal maanden later. Waarom doen we dat? Veel van die tools, veel van die observaties, is eigenlijk een beetje met vallen en opstaan erachter dat je ontdekt van, dat model gaat dan eigenlijk over dat, die tool, dat is dan eigenlijk dit. Dus het is interessant om na een paar maanden elkaar nog een keer terug te zien, om te reflecteren naar de ervaringen die je al gehad hebt, om eventueel nog wat vragen te stellen. En vooral ook om die energie nog een keer terug te voelen, van elkaar te zien. Want dat gaat jou de energie geven om er daarachter ook mee aan de slag te gaan. Trouwens, al elk jaar, in elke reeks, in het laatste deel, wordt er altijd gevraagd van, Rudo, ga er nog iets organiseren? Want niemand heeft zo echt zin om al te stoppen met die reis. Want eigenlijk stopt die reis niet meer natuurlijk. Een keer dat je de geest uit de fles is en je bent je bewust van het potentieel van die modellen en van wat dat eigenlijk kan betekenen als je dat allemaal vastpakt, dan ontdek je natuurlijk ook dat er honger is naar meer. Vandaar dat we dat zo organiseren dat we na een aantal maanden een soort terugkommoment hebben waar er niet echt veel op het programma staat aan nieuw materiaal, maar dat vooral is nog een keer ervaringen delen en vragen, maar vooral ook van elkaar horen of het nu gewerkt heeft of niet, welke nieuwe ontdekkingen dat je gedaan hebt, misschien welke aanpassingen je gedaan hebt op jouw lange termijn doelen, of dat je nog geschaapt hebt op je visie en je missie. Eigenlijk kan van alles zijn. Maar het is natuurlijk heel leuk om dan elkaar nog een keer terug te zien na die intense reis.